Ja, van harte welkom bij weer een nieuwe aan tafel bij Omroep Hulst. Onze tafel staat nog steeds bij spoor 011, lekker buiten. Genieten van het zomerweer, we hebben een zonnetje, we hebben een drankje. Het enige wat we nog missen is muziek. Nou, laten we daar nou net twee gasten voor uitgenodigd hebben die daar met mij over gaan praten. Dat is Wendy Borgt en Maarten Perpet. Perpet. Perpet, ja. Zeg ik zo goed? Ja. Welkom. Dank je. Om te beginnen, wat hebben jullie allebei met muziek? Ik bij jou beginnen. Ik ben dirigent van Termonieke, hier in Hulst. Ja. Dan heb je vrij veel met muziek... Vrij veel met muziek te maken. En daarnaast dirigeer ik ook nog 3 orkesten in België. En zijn dat allemaal orkesten? Zijn dat fanfares? Harmonieorkesten. Harmonieorkesten. Ja. Ja. En ik ben eigenlijk van opleiding van muzikant, ben ik slagwerker. Okay. Dus ik ga nog regelmatig ook slagwerk meespelen in orkesten of een bandje of zo. Dat is wel leuk, want normaal gesproken als slagwerker en dan dirigent die zeg maar alle partituren en alles kan lezen, dat zie je volgens mij niet vaak. Ja, dat is een klassiek mopje. Hè. Dan vragen ze aan een dirigent van hoeveel muzikanten heb je? En dan zegt hij, ik heb 35 muzikanten en 3 slagwerkers. Maar dan mopje, ja, jij mag hem dan. Ja, ik mag dat maken. Ja. Weinigen. Kom zo, praten we verder. Wendy, ja, wat heb jij met muziek? Ja, muziek eigenlijk met de paplepel ingegoten. En ik speel zelf de hoorn, speel ik zelf. En ik speel bij Heikant en Ter Holen. Okay, jij vond ook 1 orkest is niet genoeg? Nee. Altijd bezig zijn, hè? Altijd met muziek bezig zijn. Ja. Dat is gewoon hartstikke leuk om te doen. En als je dat op meerdere plaatsen mag doen, ja waarom ook niet? Ter Holen en Heikant liggen natuurlijk wel een stukje uit elkaar. Hoe ben je daar zo bij gekomen? Mijn man die is dirigent bij Ter Holen. En op een gegeven moment hadden ze te weinig hoorns. Dus ja, dan komt van het een komt het ander. En dan zegt hij, goh, kom je eens meespelen? En dan zeggen de andere hoornisten, het is wel gezellig, blijf er lekker bij. Dus ja, zodoende ben ik ook bij Ter Holen mee gaan spelen. Dat is natuurlijk belangrijk. Het is niet alleen de muziek, het is ook een stukje de gezelligheid. Ja, zeker. Ja. Ja. Hoe is het voor jou de liefde? Ja, je zegt met de paplepel ingegoten, maar jij kwam met een heel muzikaal gezin? Of hoe, Ja, de familie Pilaat. Hè. Pilaat is dan mijn meisjesnaam. Dat is echt wel een hele muzikale familie. En eigenlijk al van jongs af aan altijd met muziek bezig geweest. En, en nog steeds, ik vind muziek, dat zal jij ook vinden, denk ik. Muziek is echt een hobby die je gewoon jarenlang kan uitoefenen. Hè. We hebben ook muzikanten die in de 80 zijn zelfs al. En ja, toch op hun manier inderdaad ook nog gewoon een muzikale steentje bijdragen. Ja. En dat is gewoon superleuk. Hoe lang speel jij al? Ik speel, ik denk, bijna 40 jaar. Oh ja. Dan kun je het wel. Ja, daar mag ik van uitgaan, ja. En is het dan na zoveel jaar... Ja, na zoveel jaar klinkt een beetje alsof je al heel... Dat je al een fossiel bent, maar dat is natuurlijk niet zo. Ben je dan wel nog steeds bezig ook met beter worden en met leren? En of is het dan toch voornamelijk de gezelligheid? Beide. Bij elkaar, beide. Beide, echt wel gewoon beide. Tenminste, voor mij in ieder geval wel. Ik heb echt wel zoiets van de muziek, de gezelligheid, de mensen om je heen. En dat zie je nu ook weer. Hè, doordat we dan inderdaad een tijd stil hebben gelegen, merk je wel van... Eigenlijk staat dat nu voorop bij de meeste mensen. Ik weet niet of dat bij jullie misschien ook zo is, maar... Ja, het verenigen terug. Hè, de mensen samenbrengen. Hè. Eventjes aanvullend ook op hetgeen Wendy daarnet vertelde. Een orkest is bij uitstek een plaats waar verschillende types mensen elkaar ontmoeten. Hè. Alle leeftijden komen daar samen, maar evengoed de landbouwer en de bankbediende en de directeur zitten daar samen. En mannen en vrouwen en kinderen en grootouders. En dat is echt dat verenigingsleven. En dat maakt het ook zo waardevol. Ja. En als je dat kan aanvullen met jezelf te verbeteren en met te blijven streven naar goed muziek spelen en goed je instrument blijven beheersen, dat geeft voldoening. Ja, en je hebt natuurlijk het afgelopen, wat zal het zijn, jaar, anderhalf jaar, weet je natuurlijk wat het is als je alleen maar muziek zelf in je woonkamer of in je studeerkamer je partituren nog eens doornemen, als het dat alleen maar is. Ja. Had je dan ook een moment bij jezelf dat je dacht, nou, als dat het muziek spelen voor mij is, dan... 40 jaar, ik vind het wel mooi geweest. Of is die gedachte nooit... Nee, nooit. Nee, en juist, je zocht eigenlijk ook tijdens die tijd... zocht je ook wel gewoon naar dingen om online bezig te zijn. Ja, je kon dat echt... Ja, je kunt natuurlijk niet online onder leiding van een dirigent muziek maken dan. Maar dan doe je andere dingen. Hè. Dan speel je een quiz, dan speel je een bingo. Dus toch echt om het verenigingsgevoel, zeg maar, om dat bij elkaar te houden. Ja, zeker. We hebben met Termonieken ook wel online repetities gehouden. Mm-hmm. Waarbij dat de individuele muzikanten hun partij inspeelden en dan van mij feedback kregen.
Van let hier nog wat op, doet dat nog wat, zus nog wat, zo nog wat. Ja. Maar ja, dat is wel behoorlijk inspannend. En eigenlijk blijf je op je honger zitten van, je wilt die horen met die klarinet samen horen. En je wilt dat horen. Ja. En ik kan op die individuele horen. Je moet ook zorgen dat je mensen niet begint te viseren en toestanden. Nee. Dat is heel lastig. Ja, dat klopt. Maar we hebben ons wel wat bezig gehouden. Maar ik heb echt elke dag, van 's morgens tot 's avonds, het gevoel gehad, dit moet eindigen en ik wil terug live muziek horen. Ja. En live muziek en akkoorden maken en met mensen spreken. En dat was een enorm gemis, heel die coronatijd. Ja. Ja, en wanneer zijn jullie dan weer, wanneer mochten jullie weer? Half juni, denk ik. Ja, bij ons ook zoiets. Ja, nu was de eerste repetitie. Ja, jullie hebben, repeteren natuurlijk niet bij elkaar. Jullie hebben je eigen verhaal. Maar Maarten, hoe was dat bij jullie? Met Harmonieke, bijvoorbeeld? Ja, die viel... Eigenlijk had ik mij er aan drama's verwacht. Dramas, wij er al spreken spinnen die uit instrumenten zouden vallen. Of weet ik veel. Ja. Maar dat is eigenlijk heel goed meegevallen. Het stemmen, wat dan zo 3 kwartier duurt ongeveer. Ja, we zijn wel iets langer aan het stemmen bezig geweest. Ja, toch wel. Maar dat is eigenlijk heel vlot gegaan. En ik denk binnen een half uur, 3 kwartier was eigenlijk terug iedereen bent niet meer op niveau natuurlijk van voor de lockdown. Maar iedereen was heel snel terug mee. En ik denk dat iedereen ook naar huis gegaan is na die eerste repetitie van misschien moet ik toch thuis nog een beetje meer studeren. Ja, ja. Het was ook wel goed om weer even het besef te hebben van... Om eventjes met de neus op de feiten gedrukt te worden. Ja. Dat is heel herkenbaar inderdaad. Was dat bij jullie ook? Ja, dat was bij ons ook. En ook wel achteraf. We hadden echt wel ook zoiets van, oké, achteraf we willen toch even babbelen met elkaar. Gewoon even over van alles en nog wat hebben. En dan merkte je eigenlijk ook wel de tweede repetitie. Dan was eigenlijk het niveau meteen alweer een stukje hoger. Ja. Waar jij had iedereen toch na die eerste repetitie toch eens even wat extra... Ja, even ons tandje bijzetten. Maarten, jij hebt vorig jaar eigenlijk het stokje weer overgenomen als dirigent bij Harmonieke. Maar dat is niet voor de eerste keer, begreep ik. Nee, ik ben in het verleden al eens dirigent geweest bij Harmonieke. Ik denk 2009 tot 2015 of zoiets. Maar ik had dan kleine kinderen gekregen en het was een heel drukke agenda. En ik moet een beetje gaan downsizen met vele orkesten. Ja. En dan zijn er een aantal orkesten afgevallen, waaronder Harmonieke. Jammer, want het is een toffe bende. En het was toen een toffe bende, het is nog altijd een toffe bende. Michiel Meijers heeft toen overgenomen. Maar die is ook enorm druk bezig, professioneel, nieuwe dingen aan het doen. En die had toch vorig jaar, begin vorig jaar, laten weten van kijk, ik kan niet meer een wekelijks engagement aangaan. Je moet iets anders verzinnen. En dan hebben ze mij toch terug, een heel gezellig terrasje in Hulst. Uit de oude doos weer getrokken. Ja, en ze wisten hoe ze mij moesten overtuigen. En dan... ben ik in oktober gestart als dirigent terug. En dat heeft wel geteld 2 repetities geduurd. Ja, oktober 2020 dan? 20, ja. En dan was het de corona-lockdown. Dus dat was heel jammer. Ja. Maar we hebben van de corona-lockdown gebruik gemaakt om eigenlijk eens heel goed na te denken. Een proces dat het bestuur van Harmonieke wel al mee bezig was. De moment dat ze mij vroegen van wil jij terug onze muzikale leider worden? Maar om dat heel concreet te maken, van waar willen we binnen 3 jaar staan, waar willen we binnen 5 jaar staan, waar willen we mee bezig zijn, hoe gaan we daar geraken? Dat klinkt heel ambitieus. Is dat iets wat standaard bij orkesten gedaan wordt? Of is dit... Bij ons ook wel, hoor. Ja? Ja. Je wilt toch wel een bepaald doel hebben waar je naartoe wil werken. He, waar je wilt bereiken over 3 jaar of over 5 jaar. Maar dat is dan naar een concours toe of zoiets niet? Of hoe, ja, bijvoorbeeld. Maar ook waar je zegt van oké, we willen een groot festival organiseren. Ja, dat doe je ook niet zomaar ineens over 6 maanden. Nee, dat wil je ook. Hey, dat moet je gewoon uitspreiden. En daar heb je gewoon de tijd voor nodig. En dan is het ook echt goed om dat eens op papier te zetten. Jij had het over een plan. Je hebt het hier volgens mij voor je liggen. Ik heb het bij. Ja, jullie hebben echt het plan helemaal uit. Het beleidsplan 2021-2023. Absoluut. Harmonieke, volop. Ja. Voor onze leut. Voor onze leut, ja. En toen Harmonieke in 1979 opgericht is, hebben ze die vol daarbij gezet van het is maar voor de leut. En we doen het 10 jaar. En dus in 1989 zei ze, die 10 jaar is voorbij, we stoppen ermee nu. Maar dan na een aantal weken kriebelde het toch zo hard bij een aantal mensen van dit mogen we niet opgeven, dit mogen we niet opdoeken. Dus dan hebben ze gezegd, oké, dan beginnen we opnieuw.
En dan is het termenieke volop, voor onze leut, opnieuw begost. Opnieuw begost. En ik moet wel zeggen, voor termenieke is dat wel uniek. Om echt zo bijna visionair te gaan zijn, dat was iets dat bijna als een, bedrijf of als ja, een zo... Ja, ja. En wat schrijf, je daarin op? Wel, we hebben opgeschreven van waar we komen. Wat is onze historische achtergrond? Wat is onze positie in Hulst? We zijn een orkest in Hulst gegroeid. We associëren ons ook heel graag met de rijke dweilorkestencultuur in Hulst. Maar we willen toch iets meer doen en we willen toch onze unique selling proposition is heel helder en heel klaar krijgen. En dat hebben we met dat plan gedaan, denk ik. Van oké, wij willen ook muzikaal afgewerkt. We willen dat mooi is. Ik heb enorm veel sympathie voor dweilorkesten. Ik ben heel graag op de Ulster Dweildag. Maar heel dikwijls krijg je daar toch de indruk van het moet niet goed zijn als het maar luid is. En dat willen we niet doen. Ja. We willen wel wat, ook die orkestcultuur en we willen goed muziek brengen. Ja, dus dat wil ook dat die hele cultuur, dus ook de andere dweilband eigenlijk die, ja. Bands die meedoen, wil je eigenlijk met z'n allen naar... Willen we graag mee opliften. Heeft dit er ook mee te maken? Hulst heeft natuurlijk best wel wat dweilbands, ja. Ook best wel goede dweilbands. Mm-hmm. Is zoiets ook om toch de muzikanten naar jullie toe te lokken? Of? Ja, absoluut. Ja, wij willen heel graag appel doen aan muzikanten die graag bij ons willen komen spelen. Wij zijn een aantal nieuwe mensen aan het aantrekken, dus op de recentste repetities, een aantal nieuwe gezichten. Mensen zeggen, kijk, we zijn gecharmeerd door jullie verhaal, wij herkennen dat streven. Maar wij willen dat niet per se in een concourscontext gaan doen waarbij fanfares of harmonies of brassbands heel dikwijls in zitten. Het mag toch ietsje... Dus we zitten wat tussen die dweilorkesten en die reguliere Hafabra-wereld in. Ja. En daar willen wij ons gaan zetten. En van wij willen dat goed doen, we willen dat goed brengen. Ten andere hebben we ook een dramaturg onder de arm genomen om ook onze podiumpresence naar een hoger niveau te brengen. Dat is Mark Boon. Die ken ik. Ja, die het Wintercircus in Apeldoorn onder andere. Ja. En Sint in de Piste, Sint-Niklaas. Ja, ja. Ja. Dus, ja. Woont hier ook vlak over de grens. Dus, ja. En die is zeer gecharmeerd door ons verhaal en die denkt mee met ons. Ja. Dus we zijn wel aan het mikken van oké, we moeten wel zien hoe dat corona zich afhandelt. Maar we willen heel graag in de winter wel een concert geven. En dan in het voorjaar, volgend jaar. Heel veel goesting. Heel veel zin om muziek te maken en om goede muziek te maken. En om dat goed naar het publiek te brengen. Ja. En dat is waar dat een aantal muzikanten zeggen. Oké, wel tof, wil ik wel aan meedoen. Wil ik wel wekelijks komen repeteren. En we zien wel waar het uitkomt. Is dit herkenbaar? Of denk je wel van, oh, dat zou is goed, dat zouden wij ook eens moeten doen of willen doen? Wij doen met Ter Hole doen we wel, als het carnavalsoptochten zijn, dan zijn er wel altijd mensen bij die zeggen van, oh ja, we willen wel die carnavalsmuziek, en doen we dan, we willen dan inderdaad wel spelen. Maar je hebt ook wel een aantal mensen bij de fanfare die zeggen, dat hoeft voor mij eigenlijk niet. Dus dan, dan de mensen die het willen, die treden dan inderdaad mee op. En dat is super gezellig ook altijd. Maar je merkt ook wel, er zijn een aantal muzikanten die zeggen van... voor mij hoeft dat niet. En die doen daar gewoon niet aan mee. Nee. En ik denk dat je dat ook... dan moet je ook gewoon waarderen van die mensen en respecteren. Van, okay, ik ben natuurlijk ook afhankelijk van hoeveel aanwas je hebt om te spelen. Ja. Ik heb zelf altijd gespeeld bij Nooit Gedacht. Muziek van de Grauw. Ja. Ook wel verbonden met trollen natuurlijk. Ja, maar ook toen had, denk ik, iedere harmonie of iedere fanfare had wel een dweil. Is dat ook allemaal aan het afnemen? Ja, ik denk het wel. Ik denk, en vooral nu ook wel weer door de omstandigheden natuurlijk, merk je wel van... Goh, mensen willen dan toch wel weer die fanfare muziek maken. Hè? Als je lid bent van een fanfare. Ja. Of die harmoniemuziek. En dat willen ze eigenlijk nu gewoon weer even terug opbouwen. Dat gevoel weer even krijgen van, samen die muziek maken dan. En en dan probeer je ook allerlei vormen uit van... Goh, hoe kun je dat dan weer voor het publiek te horen brengen? Want jullie zijn bij Ter Hole best wel... jullie doen toch van alles. Jullie organiseren van alles om toch ook jullie zelf opnieuw uit te blijven vinden. Ja, we gaan de Circus Tour bijvoorbeeld op. Ja, klopt. We hebben 24 en 25 september hebben we Circus Vliet aan de Hulsterweg bij Ter Hole. Komt er een grote circustent komt er te staan. Er komen foodtrucks te staan. We hebben de vrijdagmiddag is speciaal voor de kinderen ingericht. Mm-hmm. Kinderen van de basisscholen die meegedaan hebben aan een muziekproject.
Dat is een muziekproject van Meer Muziek in de Klasse, het landelijke project van in Nederland. Ja. En dus ja, de scholen die daaraan meegedaan hebben met de muziekvereniging, in ons geval dan van Fanfare Excelsior, maar bijvoorbeeld ook uit Hulst, doen er ook scholen aan mee. En die kinderen die komen dus vrijdagmiddag een hele middag eigenlijk ja, genieten van circus, maar wel circus wat ze zelf maken. Dus ja, ja. Onder begeleiding zal er gejongleerd worden en er zal acrobatiek plaatsvinden, clownerie, zoals ze dat zo mooi zeggen. Ze treden eigenlijk met jullie op? Ja, ze treden die vrijdagmiddag niet, dan treden ze zelf op, helemaal alleen. Er is uiteraard natuurlijk wel circusmuziek, zal er sowieso zijn. En dan zaterdagmiddag is er ook weer een middag echt puur voor de jeugd. En dan treedt onder andere Tijl Damen die treedt op. Ja. En daar treden we wel samen mee op. Die heeft dan nummers gearrangeerd. Ja, dat is een hele circus act. Er is Tijl Damen heel goed in om dat te organiseren. Hoe zijn jullie zo bij circus terechtgekomen? Ja, we hebben best wel een actieve groep binnen Fanfare Excelsior. Die zulke soort projecten eigenlijk bedenkt. Brainstormen. Wij brainstormen echt twee keer op een jaar, voorjaar en najaar. En dat is niet... iedereen kan er ook bij aansluiten. Zelfs de mensen van Ter Hole zelf hebben we ook al gehad. Dan we gewoon mensen van het dorp vragen van... Goh, sluit eens aan bij ons. En ja, wij willen weer een groot concert organiseren. Het liefst twee dagen. Met allerlei muziekbandjes ook s'avonds. Vrijdagavond en zaterdagavond. En wat voor ideeën hebben jullie? En ja, zo hebben we... Een picknickconcert hebben we bijvoorbeeld gehad. Nou, dat was ook op een groot plein... Mensen konden tegen een geringe prijs een picknickkoffer kopen en lekker genieten van muziek. Ja. En we hebben dan, dat is ondertussen ook wel een paar jaar geleden, hadden we eigenlijk Festivalvliet op hetzelfde terrein. En toen kwamen daar eigenlijk harmonie, fanfare, brassbands uit heel Zeeland kwamen daar ook optreden. En dat is ons zo goed bevallen dat we zoiets hadden van ja, we willen nog een keertje Vliet doen. Ja. Maar wat gaan we dan doen? En dat is nu dus in september? Hoeveel... Ja, het is nu in september, 24 en 25 september. En dan gaan jullie dus weer de piste in? Ja. Voor de mensen die zich daar absoluut geen voorstelling van kunnen maken... Nou, daar hebben wij even een filmpje voor, dan kunnen ze even kijken. Ja, dan hebben we even een beeld van jullie met Tijl. Hoe is die samenwerking zo tot stand gekomen? Tijl was al bekend bij een muzikant van ons. Jeroen Leenknecht. Die is betrokken bij Grauw Specials. En die had toen al voor ons eigenlijk vorig jaar ook al een optreden geregeld. Van, goh, willen jullie Fanfare Excelsior samen optreden bij Tijl Damen? Dus ja, goed, ik ken Tijl Damen... Via mijn werk dan. Ik werk in het onderwijs. En ik heb ook al heel veel optredens met hem meegemaakt. Gezien inderdaad op schoolpleinen.
Ja, en Tijl is eigenlijk altijd wel enthousiast om zulke dingen te doen. En ja, toen we dit van voorstelden aan hem, hij zegt nou ja, prima. En hij had eigenlijk een hele mooie voorstelling die daarbij aansloot. En ja, dan heeft hij een filmpje gemaakt dat hij ja, op en neer op een trap inderdaad gaat. En ja, hij noemt dat dan de toonladder. En daar moeten wij dus meespelen, maar dan moeten wij wel hem volgen. Heel hem volgen, want anders valt hij van de trap af, zegt hij dus. Dus wij moeten daar wel heel goed bij opletten. Ja. Ja, maar het is gewoon superleuk om te doen. Leuke samenwerking. Ja, en die man die geeft zoveel energie ook. Dat is gewoon fantastisch. Ja. Hij is er ook bij eind september? Ja, hij is er ook weer bij. Volgend jaar gaan we er ook voor specials. Ja, is hij er ook bij? Ja. Nou, dan zien we elkaar sowieso dan weer. Ja. Maarten, onderwijs in de klas. Net meer muziek in de klas. Is dat iets wat je merkt bij de orkesten waar je dirigeert? Is er minder aandacht voor muziek in de klas? Zijn er minder kinderen? Want ik herinner me van ons, de fanfare kwam bij ons op de basisschool en die kwamen allemaal met instrumenten. En dan, ja, toen kwam eigenlijk zo vanuit school, waren er altijd een aantal die zich direct opgaven om bij een fanfare of een orkest aan te zijn. Het is lastig, omdat er een meer aanbod is aan vrije tijd. Wat kinderen en jongeren kunnen doen. Maar ik moet ook wel vaststellen dat als je in een orkest een goede werking hebt, zoals dat Wendy nu vertelt, dat in Terholen is, in een aantal van mijn orkesten ook, als je echt wat op tafel kan zetten, dan heb je echt wel appel. En dan haal je nog wel jongeren over die zeggen van oh, daar wil ik echt wel aan meedoen. En daar wil ik onderdeel van zijn. En dat is ook, ik hoor jullie dan over grauwe specials vertellen. Dat hebben we ook in onze Termenieke beleidsplan uitgewerkt. Dat we ons specifiek willen engageren om bepaalde niches aan te spreken. Niet per se om als muzikant erbij te komen, ze zijn altijd welkom. Maar bijvoorbeeld een samenwerking met de Blauwe Hoeven hebben we gedaan rond mensen die aan het dementeren zijn. Daar ligt nog, denk ik, een heel grote markt. Daar is heel veel... Die mensen die, als je die een deuntjes uit een jeugd terug laat horen... Ja, daar zit heel veel herkenning en heel veel emotie. Daar zit heel veel mogelijkheden in. Kinderen met een beperking hebben ook een specifieke samenwerking ze hebben aan het uitwerken. Dus rond een aantal niches denk ik dat orkesten ook nog wel meerwaarde kunnen bieden. Ja, om ook maatschappelijk We vinden ook die maatschappelijke verantwoordelijkheid, die willen wij ook wel nemen. En we merken dat daar jongeren ook in meegaan en dan geïnteresseerd zijn van nou, ik wil mijn centje wat bijdragen. Ja, dan krijgt die muziek echt een extra dimensie, hè? Ja. 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 Extra dimensie, ja. Nou, ja. Amma. je had het over de plannen 3 jaar en 5 jaar. Waar is Termenieke over 5 jaar? Over 5 jaar hebben wij een regelmatig concertprogramma. Mm-hmm. Termenieke ging heel vaak op uitnodiging spelen en liet zich ook uitnodigen. Dat willen we meer zelf in handen nemen. We willen meer zelf dingen gaan organiseren. Zoals dat Wendy vertelt, van ja, kijk, we iets met circus gaan doen. Oké, dan zetten we dat zelf op poten. Dus dat zijn we... Binnen 3 jaar hebben we dat allemaal gedaan. Hebben we geproefd van oké, dat kunnen we aan, dat kunnen we niet aan. En om dat ook te ondersteunen hebben we ook de Stichting Vrienden van Termenieke nog opgericht tijdens de coronalockdown. Om dat netwerk en dat draagvlak en die verenigingen er nog meer bij te betrekken. Ja. En dan binnen 5 jaar is dat eigenlijk routine. Weten we van dat werkt en we zijn in april of in het voorjaar doen we dat. In de zomer zitten we hier en in het najaar zitten we daar. En met de feestdagen zijn we dat aan het doen. En is ons jaar eigenlijk een regelmaat. En dan mensen als een Mark Boon of een Benny Hek of misschien Tijl Damen, die ik hier hoor noemen. Dat eigenlijk een tweede naturel geworden is. Om die extraatjes er allemaal onderdeel zijn van... Ja. En voor jou, over 5 jaar... Speel je nog horen? Ja, zeker. Zeker nog? Zeker weten. Nog andere plannen? Iets wat je heel graag zou willen doen? Nou ja, wij zijn met Fanfare Excelsior zoeken we ook wel de samenwerking op met andere verenigingen. Omdat je toch ook wel merkt inderdaad van ja, soms is het best wel lastig hè, als je een bepaald concert wil geven. En, dus ja, wij zijn de samenwerking aan het opzoeken met muziekvereniging Heikant dan ook. En ik denk dat daar gewoon op termijn... er kunnen echt hele mooie dingen ontstaan, denk ik. Ja, zeker weten. En Termenieke sluiten we niet uit. Dat kan ook nog natuurlijk. Het begin is hier... fundering is gestort. Ja, daarom. Wat is voor jullie het eerstvolgende optreden? Is dat voor jou Circus Vliet? Of heb je daarvoor al... Ja? Nee, Circus Vliet. En voor jullie? Hebben jullie al een optreden gepland? We hebben een plan om in november een optreden te doen. Maar we moeten een beetje kijken hoe dat de corona zich afwikkelt. Of dat doorgang kan vinden. We hopen van wel.
Maar dat laten we u dan zeker weten. Heel graag, heel graag. Nou, ik dank jullie heel hartelijk voor de komst naar de studio, naar onze openluchtstudio. We gaan nog even een beetje genieten van de zon. Dank je wel voor de komst. U thuis natuurlijk weer hartelijk dank voor het kijken. En graag tot volgende week.